Meteen afsluiten, zo zie ik. Kijk, 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 oh, oh. Goedemiddag. Een aantal gelijk uit de voorste regionen die ernaast gaan. Daar wederom. Het is inderdaad wel een hele mooie bocht, die Paul Lemmenskurve. Maar daar gebeurt het vaak na de start. Hè. De eerste knik, de tweede knik. En hem dan gelijk afsluiten voor de rest van de volgelingen. Dan gebeurde daar even een beetje heftig hoor. Zo, de knallen zeg. Maar, wat mij betreft, is dit volgens mij de man op de CRG. De man op de CRG, BRM Racing, CRG, Robert de Haan. Ja, ja, en dan... toch een man op de tweede plek en het is Lucas Schoenmaker. Schoenmakers op twee. Gisteren ging het niet lekker met hem. Een beetje regen, ik geloof met de rest van de familie. Ging het ook niet helemaal zoals het moest. Maar vandaag gaat het wel zoals het moet. Ja, Lucas dan mooi op een tweede plek. Al zitten we dan in de beginfase van de tweede mans. En Donny Hoed natuurlijk al zwaar loopt aan te dringen bij Lucas Schoenmaker. Uitkomend voor Hugo Motorsport. En op 1 is het de Haan. Donny Hoed gaat op zoek. Op zoek. Naar de Haan. Let maar op. Wat doet Schuurmaker? Ja, die denkt van, ik doe de deur even dicht. Hij krijgt van mij de sleutel nog voorlopig even niet. Om te kunnen passeren. Maar met nummer 5 vinden we daar Jeffrey Fixen. Fixen met Koppens. Bart de Wit. Rodenburg van Dijk, Doorn op een 9e plaats. Wat zeg ik? Nou, Doorn is nu naar 9. Ja, dat klopt. En Milan Koppens is degene met de snelste tijd. 1-1-4-2-5. 1-1-4-2-5. Inmiddels is het ook Lucas die naar een 3e, naar een 4e plaats verhuist. Daar bij het opgaan van de Europalaan. En achter hem moet het dan zijn... Dat moet dan zijn... Koppens op Rodenburg. Milan Koppens. Milan Koppens 1-1-4-2-5. Ik ben benieuwd of er nog snellere tijden uitkomen. Bijvoorbeeld van... Robert de Haan. De Haan die ook, wat ik al aangaf eerder. Daar gaat, daar gaat, daar gaat. Ja, het is inderdaad een feit. Het is 1 de Haan, 2 dan Hoed, 3 en 4 en 5. 5 is het Lucas Schoenmaker. Lucas Schoenmaker wordt dan Koppens. Chris Hane met start nummer 0. Ja, Chris Hane met start nummer 24. Die de man voor Garage ACH. En SJT, steltransport. We hebben dan Koppens voor MDB Racing. Hugo Motorsport, het is Lucas Schoenmaker. Op een 4e plaats. Inmiddels al naar een 5e plaats verhuisd. Met startnummer 3 op de Tony Kart. Nummer 34. 34 krijgt een meatball. En dat betekent dat je het veld moet verlaten. Nummer 34 gaat eruit. Jens Pranger heeft een technisch mankement aan de kart. En dan moet je inderdaad het veld verlaten. Nou, we hebben dan Robert de Haan. Robert de Haan op 1. Fixen op 2. En Fixen, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, weet ik van wie de motor vandaan komt. Ja. Maar ga ik u niet vertellen. Maar ik weet het wel. En dat geeft wel een beetje aan. Ook degene die daar vroeger mee reed, ook niet altijd achterin zat. En reed. De Haan. Haan op 1. Snelste tijd is Chris Hane. 1 minuut 9.06. Op een 6e plaats gelegen. Met start op 24. Dan Dani van Dijk op 7. 8 Koen Doorn met Sen Rodenburg op 9. 10 Senna Roodijk met Rillards en Bart de Wit. Op 12. Nummer 74.
74, krijgt 3 seconden van de wedstrijdleiding. Kai Rillards. Voor Bouvin Power. Nou, Bouvin, dat moet haast wel. Vroeger hadden we Bouvin de Zout in Nederland. En dit is Bouvin Racing uit België. En Rillards heeft dan 3 seconden gekregen van de wedstrijdleiding. Robert de Haan, 1 minuut 5-6-7. Fixe, 1 minuut 9-7-7. Donnie Hoed, een derde plaats, 1 minuut 8. Automobielbedrijf, de Ooievaar. En ja, moet eerlijkheidshalve bekennen, ik heb er heel, heel veel waardering en respect voor. Want ja, wat je dan als kind dan meemaakt en dan wat hij hier dan presteert, is mega te noemen. Ook natuurlijk gezien de thuissituatie, het niet meest prettige heeft Donnie dan meegemaakt. Maar dan hier toch een mooie prestatie neerzetten, dan moet je toch wel redelijke man met inzet zijn en ook het kunnen incasseren. Ook zijn vader, heel veel respect voor dat hij toch alsnog hier naar Genk toegekomen is. Heel veel sterkte vooral namens de Chrono aan de familie Hoed toegewenst. De Haan, Jeffrey Fixen, Donnie Hoed en Koppens. Schoenmaker op 5-6, Chris Haan en Koen Doorn. Inmiddels dan toch weer op een 7e plaats. Waar kun je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en nog wel een aardig stukje weg bij Hanen. Want achter Koen Doorn zit wel Dani van Dijk meteen. Ja, wat ik al zei, je kan soms beter samen even een setje vormen en dan naar voren denderen en dan de andere mannen opzoeken. 7 minuten. 7 minuten gehad hier. Rillards op 9-10 is het. Rodenburg. Sen Rodenburg met Senna Rodijk op een 11e plaats. Pranger uitgevallen helaas. Ah, wel jammer hoor. Zijn vader en zijn moeder altijd hele trouwe fans van Jens. En dan, het is maar even dat u weet, Puk, zijn zusje, verkoopt op het terras kinderzegels. Dus als Puk Pranger, je kan eventueel maar wat kinderzegels gaan verkopen. Ja, dat doet ze. Dat zusje van Jens Pranger. Robert de Haan op 1, 2, Jeffrey Fixen met Donnie Hoed op 3, 4, Milan Koppens met Lucas Schoenmaker. Chris Hanen, snelste tijd, 1 minuut 4-3-0. Doet hij er wat mee? Kan hij er wat mee? Nou, nog 4 seconden achterstand heeft hij dan op de eerste man. Schoenmaker volgt aan Hanen. Hanen inmiddels alweer een plaatsje opgeschoven. Vlak achter Donnie Hoed. Wat doet hij in de Paul Lemmens-curve? Ja, Hanen zet hem ernaast. Hanen zet hem ernaast. Donnie Hoed een plaatsje opgeschoven. Hanen, hij zit echt op stoom hoor. Hanen zit op stoom en nu op een 3e plaats te vinden. Hanen en De Haan, dat waren natuurlijk ook de 2 mannen in Sarno in Italië, elkaar een beetje geholpen hebben. Kijk. Hanen, ja, 2e plaats. Hanen naar 2e plek is ook aan Fixen voorbij. Hanen ook aan Fixen voorbij. Zou het dan zijn dat de garage ACH en SJT, het sneltransport, de sponsoren, dat zijn natuurlijk ook belangrijke, waarschijnlijk hier wel of niet aanwezig, maar wel wanneer ze aanwezig zijn, een mooie presentatie krijgen van Chris Hanen. Koppens op 5, Schoenmaker op 6, Koen Doorn op 7. En toch met een ruime achterstand nog op Lucas Schoenmaker. Daar, ja. Kijk. In de bekende bochten, in de Paul Lemmens-curve, toch nog aan Donnie Hoed voorbij. En wie is dat? Dat is dan Milan Koppens. Hoed toch een plaatsje naar achteren weer. Normaal gesproken trekt hij altijd met Koen Doorn op, de man uit Blaricum. En die voor Technosperret. Maar ja, Nederlands kampioen vorig jaar bij de Micromaxen. En nu dit jaar toch niet zo. Zit er heel vet bij op een 7e plaats. Weet natuurlijk ook wel dat degene die naar hem zit te kijken het niet helemaal geweldig vindt. Maar goed, oké. We gaan verder. Het is Max Stemerdink. Stemerdink, zijn vader. Vroeger
Daar hebben we het niet meer over. Hij heeft nu nog... nummer 99 krijgt 3 strafseconden. 99, 3 strafseconden. Dan spreken we over Christian de Klein. Stemmerdink op een 10e plaats. Max Stemmerdink. Met Robert de Haan. De Haan gaan de allerlaatste fase van deze wedstrijd gaan we in bij de minimaxen. De man op de CRG. De CRG geïmporteerd wordt door Vasirka uit Eerbeek. Hij ook Europees kampioen ooit geweest. En hier zijn zwager die de scepter zwaait bij de Rotax Maxen. Daar is de Haan. De allerlaatste. Ja, ging wat ver naar buiten. Haan in de volgen. Fikse koppen zijn hoed gaan mee. De Haan, laatste ronde. Robert de Haan. Dan krijgen we Chris Hanen. Wat ik al zei, in Sarno. Prachtig mooi om te zien ook. De man die elkaar een beetje geholpen hebben. Ja. En dan weten we natuurlijk ook van Robert de Haan dat hij Europees kampioen geworden is. Dat zal het worden. Haan, Chris Haan en Fixen. 1, 2 en 3. Maar daar durf ik geen dubbeltje op te zetten. Althans geen dubbel eurotje op te zetten. Want Haan kan nog bedreigd worden door niemand minder dan Jeffy Fixen. Heeft Fixen nog wat in huis, ja of nee? Hij probeert, hij kijkt, hij zoekt dat kleine momentje van onoplettendheid van Chris Haan. Haan kijkt achterom. Weet dat hij dik vet gevolgd wordt. Maar nu is het Robert de Haan. Hier weer met dikke vette punten uit deze mans naar de paddock teruggaat. Daar zijn ze. Hanen, Fixen, Koppens en Hoed. Schoenmaker op 6. Dan Koen Doorn, Dani van Dijk, Rillards, Martens, Stemmerdink. En Stemmerdink liet dat niet gebeuren, hè? Die even door meneer Martens. Nee. En als laatste hebben we dan Christian de Klein.